In deze video laat ik zien hoe je een PHP-editor moet installeren. Ik heb XAMPP geïnstalleerd. Dat is een met XAMPP kan ik dus een lokale webserver beheren. En ik wil nu een PHP-editor installeren. De PHP-editor die ik ga installeren is Notepad++. En dat is een gratis verkrijgbare PHP-editor. En buiten het feit dat het gratis is, werkt het ook nog eens prima. Ik ga even naar Wikipedia. En ik neem even de Engelse versie en ik klik hierin Notepad++. En ik zie hier wat informatie over het programma. En ik ga naar de officiële website. Moet ik even naar onderen scrollen. Officiële website van Notepad++. Dit is de officiële website. En dat is deze website. Notepad++.org. Let goed op dat je deze website neemt en dat je het niet downloadt van een andere website, want er kunnen allerlei plugins geïnstalleerd worden die je niet wilt. Ik ga naar de linkerkant van het menu en ik klik op download. Je kan dat ook downloaden voor de Apple Macintosh. Heb ik begrepen. Ik ga me daar nu niet mee bezig houden. Ik heb een computer met Windows 10. Dus ik ga nu de Windows 10 versie downloaden. Nou, ik heb hier bovenaan Notepad installer. Hier staat take this one if you have no idea which one you should take. Nou, ik klik aan Notepad++ installer. Ik ga het bestand opslaan. En dat komt nu terecht in mijn downloads folder. Nou, het programma is een klein programma. Het is al gedownload. Ik ga even hieruit. Ik ga naar mijn downloads folder. Ik ga even naar de File Explorer. Naar downloads. En dit is het programma wat ik net heb gedownload. NPP 6.8.8 installer.execute. Ik klik het aan met mijn rechtermuisknop en ik run het als administrator. Nou, ik moet toestemming geven om het programma te installeren. Ik zeg ja. Ik moet een taal selecteren en je kan elke taal selecteren die je wilt, maar onder Nederlands uiteraard en Frans en Duits zie ik er ook tussen staan. Engels, Frans, Duits. Ik kies voor Engels, dat vind ik wat makkelijker. Ik druk op OK. En het programma is zo geïnstalleerd. Je krijgt Next. Ik laat alles zo staan. Het programma wordt uitgepakt, geïnstalleerd en het is klaar. Prima. Oké. Nou. Nou, dit is het hele verhaal. Ik kan even het programmaatje Notepad++ kan ik toevoegen aan mijn beginscherm. Notepad++. En ik sleep dit hierheen. Oh, het staat er al. Ik kijk. Ja, prima. Nou, dus Notepad++ kan ik hiermee opstarten. En ik heb een gratis PHP editor voor mijn als ik dus PHP files wil gaan in PHP wil gaan programmeren.
Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, veel plezier met het programmeren in PHP.